Pompidompidop, pompie, super tof dat jullie weer kijken. Mijn naam is Geheime Dubbel, de spotter, klik, klik, klik. Nou, als je ziet ben ik vandaag hier in Maastricht. En je weet, vandaag komt André Rieu. Dus het concert is helemaal uitverkocht. Hopelijk gaan we straks rolspollen. Oké, okay, spotten. Oké, okay, dan klik, 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 klik. Ja, dat zijn 16 shows. Nou, het begint echt aardig druk te worden. Ik heb wel goed om me heen gekeken. Ik heb nog niks kunnen spotten, maar ja, ik geef niet op, hè. Het kan zijn dat die zakkenrollers, dat die later komen. Ik ga gewoon even weer verder spotten. Werk hoor. Foute gasten deze. Blauwe petje op met toch een andere gast erbij. Gasten hier in Maastricht. Deze en is die andere. Ik weet nog niet precies wat dit zijn. Bagage die vol zakrollers. Ze horen bij elkaar zoeken. Ze zijn aan het zoeken. Blauwe met de grijze man. We lopen weer weg. Ze komen deze kant op. Hier is die goed in beeld en die andere is op afstand. Hier lopen ze samen op zoek naar tassen. Gekke werk jongens hier in Maastricht. En echt aan het zoeken met z'n tweeën. Ik hou het op bagagedieven. Op de dag van André Rieu. Restaurantjes in, restaurantjes uit gaan ze. Kijk. Hier lopen ze weer. Ze gaan tentjes in, tentjes uit. Ja, ze zijn aan het observeren. Ze komen terug. Ze hebben eerst een klein terrasje aan het bekijken. Kijk, hij kijkt om zich heen. Aan het kijken. Dan doe je dat zo snel mogelijk. De andere komt ook erbij, die gaat om zich heen kijken hier met z'n tweeën. Hij staat hier. Oh. Hij staat hier, die andere staat daar. Kijkt om zich heen, kijkt om zich heen. Kijkt om zich heen, kijkt om zich heen. Ja, hij zit aan iets, maar ik kan niet zien aan wat. Moeilijk te zien. Dan lopen. Hij schuift die stoel naar zich toe. Ik kan hem even niet vinden waar die is. Kijk, en nu zitten ze met z'n tweeën zitten ze tegenover elkaar. Rug op rug druk heet dit. Zij hebben iemand de slachtoffer bedoogd, mogelijk een tas. Die blauwe hoort erbij. Hij zit daar achterom, hier in Maastricht. Schuif de stoel een beetje opzij. Wordt helemaal nerveus, gekke werk. En dan gaan ze zitten daar op hun gemak. Altijd tegenover elkaar. Dan kan hij, die andere gaat zeggen waar hij naartoe moet. Hij kijkt met zijn hoofd naar beneden. De andere kijkt om zich heen. Het stoeltje gaat waarschijnlijk naar achteren. En die andere kijkt om zich heen. Kijk, dan gaat het handje. Het handje gaat omhoog. Ik heb nog niet goed op beeld. Ze met de hand, ze staan op, ze hebben mogelijk wat of ze hebben niks. Ze staan op. Ik denk dat ze wat hebben. Gekker.
Gisteravond heb ik in het hotel even nog al die beelden bekeken. En wat mij opviel, ik had namelijk die kant in die hoek daar. Daar heb je zo'n cafeetje zitten of zo'n restaurantje. Daar had ik ingezoomd daar met mijn camera. Maar wat mij opviel, er waren zoveel mensen hier. En op een of andere manier werd het een vage beeld. Dus dat vage beeld konden jullie niet zien precies wat er gebeurde. Dus vandaar dat ik een beetje uitleg hoe het gebeurde. Nou, die twee gasten, die stonden dus, die twee zakkenrollers, die stonden dus aan die kant. En hier zaten er gisteren allemaal mensen, die zaten hier. Die zaten allemaal hier te eten. En die twee zakkenrollers, die kwamen aanlopen en die man met dat lichte kleur, die ging hier alles een beetje observeren. En later kwam die man met die blauwe pet, die kwam ook hier aansluiten. En het slachtoffer die moet ongeveer hier gezeten hebben. En als je ziet op die beelden, dan heeft hij dus een jasje, heeft hij dus over zijn stoel hangen. Dat tafeltje stond een beetje verderop. En die man ging eerst, de mannetje met dat lichte jasje, die zakkenroller, die ging daar zitten. En die andere man met dat blauwe pet op, hè, die alles deed, die deed de stoel een beetje zo naar achteren. Die deed de tafel een beetje naar achter. En die kon dan zo jasje overheen. En die ging dan zitten, die man. Die zakkenroller deed zijn jasje over zijn stoel in en dan ging met één arm, zo dus, in zijn eigen jasje, door zijn eigen jasje mouw heen. En net wat je dus net niet zag op beeld, zag je dus dat hij dus met zijn hand in die jas zat van die man die hier aan het eten was. Nou, dat beeld was helaas een beetje vaag. Ik denk, ik leg het nu een beetje uit. Op dat moment zie je die man snel, hè, met die blauwe petje, die zie je snel opstaan, beide lopen zo weg. En die lopen zo weg. En dat gebeurde gisteren. En hoe het kwam dat het beeld vaag werd, is misschien waarschijnlijk te veel mensen liepen hier, waardoor die een andere sterkte pakken of wat dan ook. Maar hier gebeurde het. En dat waren dus gewoon zakkenrollers die de rug op rug truc doen. En die zoeken dan zo'n jasje, tafeltje naar achteren, armpje door de mouw en probeert het slachtoffer te rollen. Werk jongens, twee bagagedieven in Maastricht, terug op brugtruc. Ik weet niet of ze een tas hebben of het gelukt is. Ga restaurant in, restaurant uit. Ik heb toch mijn politie gebeld, want ik durf geen risico te nemen. Het gaat bij mij om dat die gasten gecontroleerd worden en volgens mij herken ik een van die gasten. Maar dat moet ik even uitzoeken. Werk is dit jongens, hier achter een tijdje geleden twee zakkenrollers gepakt. Die waren hier naar binnen gegaan en nu twee bagagedieven. Ik ga geen risico nemen, ik ga gewoon politie bellen. Dus worden ze sowieso gecontroleerd. Zijn nu ergens naar binnen, ik weet niet waar, maar dat komt wel goed. Kijk, hier komt hij hoor, onze grote boetjes. Ja. Nou, gekke werk jongens, sowieso hoor ik net politieman zeggen, we hebben sowieso één aanhouding. Volgens mij stond hij ergens geregistreerd. Hele bekende koffie hoor. Ja, echt niet te geloven, die gozer met die blauwe petje op en die blauwe kleding, die heb ik gewoon een aantal jaren geleden, deed hij ook de rug op rug truc met de tafeltjes zo naar achteren schuiven, maar toen was hij met twee vrouwen. En toen ben ik hem kwijtgeraakt, we stapten in de auto. En daar ken ik hem volgens mij van. Ik zal eens kijken of ik nog beelden heb, anders laat ik het zo zien naar je. Hoe gekke werk is dat? Zitten. Ja, ze gaan die stoelen gaan ze schuiven jongens. Dat is die truc van die mensen. Ze gaan die stoel achter de rug. Dit is een rug op rug truc. Rug op rug truc. Blijf kijken. Blijf, tram gaat voorbij. Kijk, rug op rug. Dit zijn de toeristen, die hebben niks in de gaten. En daarachter zitten die drie boeven. En dan gaan ze op rug gaan ze proberen iets te rollen. Hij gaat staan, hij gaat bellen. Hij gaat om zich heen kijken. En die andere twee die gaan proberen wat te doen. Kijkt of er iets te vallen, iets te halen valt. Hou alles in de gaten. Hij kijkt om zich heen. En ze gaan wat proberen hoor. Wordt afgeleid. Die man die kijkt naar ze. Die gaat die andere twee een seintje geven of wat te stelen valt. Hij doet net of hij belt. Die andere twee zitten erachter. Ik kan dit niet goed.
Even overleggen hoe en wat. Eentje gaat al in de boeien. Kijk, dat is de andere die jij ook blij mee wezen. Sowieso die andere, daar weet ik niet wat daarmee gaat doen. Is het dat die kaart van hem met hullen? Kijk, die gaat sowieso al mee. Is dat een... Kijk, en zo wordt het. Eentje gaat sowieso mee. Er wordt voor iets gezocht, wat weet ik niet. En die andere moet dus ook echt meenemen. Dat gaat ook wel mee. Het heeft gefouilleerd, het gaat in de boeien. Hijpootje. Ja, gaat ook mee. Politie neemt hem gelukkig ook mee hier van Maastricht. De politie heeft ze allebei meegenomen. Ik ga hier verklaringen afleggen wat ik gezien heb. En mijn missie is weer geslaagd hier in Maastricht. En André Rieu, die kan lekker muziekje maken vanavond. En al die mensen, want deze hadden echt heel veel slachtoffers gemaakt hoor. Die kunnen lekker genieten van André Rieu. En ik ga weer naar binnen toe. Tot de volgende keer. Klik, 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 klik.